Hoi, wij zijn Oscar en Hilde en wij zijn eigenlijk op ontdekkingsreis om te zoeken naar een duurzamer manier van wonen. Ja, en vandaag zijn we op een wel heel bijzonder plekje en met een heel avontuurlijk persoon. Wie ben je en waar zijn we? Ik ben Marjolein Jonker, ook wel bekend als Marjolein in het Klein. En jullie zijn in mijn tiny house in Alkmaar. Een duurzaam, zelfvoorzienend huisje van 20 vierkante meter woonoppervlakte. Marjolein in het Klein. Ik woonde al 15 jaar in hetzelfde huis, een huurhuis. En ik woonde daar alleen. En dat was eigenlijk te veel ruimte voor mij. Ik wilde anders wonen, kleiner, meer in de natuur. Ik wilde ook wat beter, een beetje beter voor de aarde zorgen, dus een beetje meer zelfvoorzienend. En ik ben gaan zoeken naar een ander huis, maar ik kon het niet echt vinden voor mijn budget. En op een gegeven moment kwam ik plaatjes tegen een tiny house in Amerika. En ik dacht, jeetje, wat een ontzettend toffe huisjes. Mm. En ik ging er een beetje over lezen en me in verdiepen. En die hele filosofie die erachter zit, dat sprak me zo enorm aan. Ik dacht, nou, dat is het. Dat is de oplossing voor mij. Zo wil ik wel wonen. Op een gegeven moment ben ik Lena en Laurens van der Wal tegengekomen. Jonge ontwerpers wilden heel graag een bureau oprichten voor zelfvoorzienende kleine woningen. En zij wilden wel mijn huisje ontwerpen. En wat zijn nou de punten waarvan je dacht, nou dat moet echt aanwezig zijn in mijn toekomstige tiny house? Ja, nou een goede keuken bijvoorbeeld. Ik kook wel graag, dus ik wilde niet zo'n mini keukenblokje. Hij is gebouwd op een trailer, dus hij kan achter een zware auto, een Land Rover of een dikke pick-up truck, kan hij gewoon de snelweg op. Ik wilde een lekkere zithoek. Ik wilde opensnelle deuren, een houtkacheltje. Ik wilde heel erg een badje. Hmm. Ik ben gek op in bad gaan en ik dacht, als ik ooit mijn eigen huis ga kopen of bouwen, dan moet er een bad in. Dus die heb ik. Moet je kijken. Ik heb er goed naar moeten. Ik kan natuurlijk ook gewoon in douchen. En dat doe ik meestal, maar af en toe. Yeah. Een lekker badje. Maar je kunt er niet in liggen. Nee. Nee. Maar je kunt wel zo even passen hoor. Als ik echt, ik probeer het maar eens uit. Als ik een beetje mezelf opvouw. Oh ja, wacht dan, even. Beetje meer als terug naar de... Ja, precies. Nou, dat. En dan lig je helemaal anders onder water. Want dit is een En soms ga ik gewoon liggen met mijn benen helemaal omhoog. Oh, hij is nog een beetje nat van de wasmachine. Ja. Nou, top. Dit is ook geweldig. Ja. Zit je in bad? Kijk je over je uitgestrekte groene vlakte. Daar is het helemaal voor ontworpen. Goed, hè? Geweldig. Ja. Past iemand van mijn lengte er ook in, denk je? Past. Nou. 1 meter 94 gaat er niet in. Je kan niet eens rechtop staan in de keuken, denk ik. Mm. Dat is 1 meter 90. Ja, nou ja. Dit valt me eerlijk gezegd reuze mee. Marjolein in het Klein. Dit huis geeft mij de mogelijkheid een leven te leiden wat dichter bij mijn hart ligt. Hmm. Dus een baan te kiezen die minder betaalt, maar die me wel veel meer voldoening geeft. Wat meer tijd voor mezelf en voor mijn relaties met andere mensen. Meer focus op ervaringen en minder op spullen. Ja, het is wel krap hier natuurlijk, hè? Maar dat is mijn compostvalletje. Ik wil hem wel uitproberen. Ja, moet ik hem wel even uitleggen, denk ik. Ja, leg hem even uit. De urine gaat meteen naar buiten. Daar heb ik een helofietenfilter gemaakt die het zuivert. Ook het water uit de keuken en de badkamer, afvalwater. De ontlasting valt in een emmer en die moet ik dan af en toe legen. En dat leeg ik in een aparte compostbak. En dat moet dan 1,5 jaar composteren. En dan kan je het weer op de tuin gebruiken. Ik ga plassen op een composttoilet. Nou, succes! Oh ja, de gordijn kan dicht. Ah ja! Dat is misschien wel een goed idee. Want laten we het even privé maken. En ik heb ook nog geen handgreepje, maar ik doe het zo. Hi Snoopy, Patty. Mijn kop thee is in de composttoilet. Naar boven. Naar de slaapkamer. Naar de slaapkamer. En ik kan hier nog net staan, zeg maar. Ja, dan duik ik zo mijn bed op. Het is hier heel donker 's nachts. Het is helemaal geen straatverlichting, dus het is goed sterren kijken hier. Ja, ik ben helemaal zelfvoorzienend qua water en elektriciteit. Ik heb zonnepanelen op het dak en ik heb accu's waar ik dan overdag overtollige energie opsla, zodat ik 's nachts ook stroom heb. Het water, ik vang regenwater op het dak. Dat gaat dan in een tank die ik aan de waterkant heb staan. Dan wordt het eerst nog gefilterd en dan kan ik daar gewoon mee douchen, de was doen, de afwas doen. En dan moet ik het nog door een extra filter heen halen, wil ik het drinken. Maar dat gaat ook prima. Ja. En dit is ook weer super slim bedacht.
voor mij, die kunnen dat wel hoor. Kun jij die kant uitklappen? Dat kan ik. Zo, en eethoek. Wauw. Goed hè? En dan kan ik daar nog met mijn bureaustoeltje zitten, kun je met 5 personen gewoon eten. Het is gewoon een woonvorm die nu heel erg in opkomst is, omdat het een antwoord is op wat problemen die we hebben in de maatschappij. Mm-hmm. Alleen nu nog die weg in de regelgeving zien te vinden, om ervoor te zorgen dat ja, mensen op deze manier mogen wonen, legaal. En ook permanent als ze dat willen. Heel mooi. Ja. Marjolein in het klein. Woe! Marjolein in het klein. Marjolein in het klein.com. Yay, bedankt. Ja, hartstikke leuk om hier te zijn. Dankjewel voor je gastvrijheid. Ik vond het heel leuk om jullie te hebben. Yay, dankjewel. En voor jullie, kijkers, we gaan in de toekomst vast nog veel meer filmpjes maken over duurzame plekken. Dat is het plan. Dus volg ons kanaal als je op de hoogte wil blijven daarvan. En dan is het nu tijd om afscheid van jullie te nemen. Doei! Doei!